Het is goed volk. Ja, het is goed volk. Welkom. Goedemorgen, Marieke Heidman. Ja, dat is correct. Gefeliciteerd. Dankjewel. Een nominatie. Geweldig, ongelooflijk. Bedankt. Willen jullie erin komen? Kom verder, kom verder. Wat een dag. Kijk uit voor de kat. Hey. Hallo. Gefeliciteerd. Nou, wat leuk. Jee. Ja, mag je niet zeggen, had ik niet verwacht, maar ik had niet verwacht. Dank u wel. Ja, wat een achterlijke dag om dit te krijgen. Deze shortlist. Oekraïne. Ja, ik stond gisteren op de Dam. Het was heel goed. Laten we alsjeblieft het nieuws daarover vooral bespreken. Maar jouw boek gaat over jouw familie in de Oekraïne. Ja, daar gaat het over. Fijn dat jullie er zijn trouwens. Sorry, het is zo'n rare dag. De lucht is ook prachtig blauw zoals in Oekraïne. Het boek gaat inderdaad over mijn familie in de Donbass. Vanaf de jaren 20. Dus eigenlijk de start van de Sovjet-Unie ongeveer tot en met nu. Dus de huidige oorlog in de Donbass zit er ook in. Ik sta een beetje te trillen. Jeetje, ik ben ontzettend blij. Ja, wie zou de rest zijn? Goeiedag, pak je voor de heer Dros. Ja, ik kom er even, moest ik even naar beneden komen? Ja, graag. Oké. Okay. Ja, dank. Dank. We kunnen met de lift, dat is misschien beter, hè? Yes. De Atlas van Overal. Auke Hulst. Die ga ik lezen vandaag, die staat sowieso op mijn leeslijst. Dit is een heel mooi boek. Die heb ik ook gelezen. Ik moest een beetje van huilen, dus dat is goed. En Marieke Heidman, yes! En Nico Ros. Wat een mooie lijst. Cool. Hallo. Hoi. Hoi. Ja, kom ook al je boeken. Nee, dat wil ik. Ik ben heel nieuwsgierig. Goh zeg. Ik ben helemaal nerveus van. Goedemorgen. Wat een raar bakje. Hi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dit zijn ze. Je bent genomineerd. Oh, ik ben echt heel blij. Maar ik ben ook echt heel erg opgelucht dat dit wachten voorbij is. Deze dag is echt hels. Was het een marteling? Het was een marteling. Waarom dan? Nou, omdat ik heel nerveus ervan word en je moet wachten of jullie komen. En ik denk ook aan die 12 collega's die nu zitten te wachten en jullie komen niet. Die hebben echt een rotdag, hè? Ben je blij met het aanbod aan Oekraïne om lid te worden van de EU? Ik denk dat het voor nu, hoe zeg je dat, de beste geste zou zijn. In 2016 hadden we al dat referendum natuurlijk, waarvan niemand eigenlijk wist waar we in godsnaam voor aan het stemmen waren. Heel veel mensen in ieder geval niet. Ik was toen in Oekraïne. Er waren alleen maar mensen van mijn generatie die zeiden, alsjeblieft zorg ervoor dat Nederland ervoor zorgt dat wij onderdeel worden van Europa. Sinds die tijd ben ik eigenlijk al, hoop ik dat dat veel sneller gaat en dat ze deel kunnen worden van Europa op deze manier. Doe de deur maar 18 dicht. Nou, daar zijn ze dan. Hallo. Wie tip ik? Ik heb ontzettend veel goeds over Auke Hulst gehoord. Die maakt denk ik wel veel kans. Ja, maar ja, ik heb het zelf niet gelezen, dus het is een vermoeden. Sorry voor alle trappen, het is heel hoog. Dus, follow me. Ik doe dit dus een paar keer per dag omhoog en naar beneden. Even allemaal uitpuffen. Welkom. Ga jij ze ook lezen? Nee. Hij heeft zijn eigen boeken. Ga je meekijken? Ja. Nee.
Ik ga denk ik wel champagne drinken vanavond. Maar dan wel Oekraïense champagne als ik die ergens vandaan kan halen. Dat zou fijn zijn. Bestaat dat? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. De laatste champagne waar ik heel dronken van ben geworden in Oekraïne was Krim champagne. Dat was de allergoedkoopste uit de supermarkt. En het boek van Lisa Weda is natuurlijk heel erg interessant. Of interessant. Vanwege Oekraïne? Vanwege waar we nu mee zitten. Een situatie die het iets moeilijker maakt om blij te zijn dat ik op deze lijst sta, maar dat lukt toch. Goedemorgen. Wij hebben een pakketje voor meneer Kuipers. Meneer Kuipers, die is binnen. Ik zou zeggen, kom, loop maar door. Nou ja, ik hoop dat ik op de shortlist van de Libresprijs sta. Nou, geweldig zeg. Ik ga een taart kopen, denk ik nu. Ja, hartstikke mooi. Wat leuk. Dank. Deze had ik wel over gelezen, ja. Auke Huls. Ja. Ja. Het is grappig, want de science fiction roman begint langzamerhand weer terug te keren in de Nederlandse letteren. Dat is grappig. Het gaat over vaderschap, het gaat over verlies en het gaat over het onvermogen je neer te leggen bij verlies, denk ik. Maar ik weet zelf nog niet precies waar het boek over gaat, als ik heel eerlijk ben. Dus je moet me deze vraag over 5 jaar nog een keer stellen. Rouw om een ongeboren kind? Rouw om een ongeboren kind, ja. En maar dan in de vorm van een dubbele science fiction roman met een robotkind en een tijdreisverhaal. Verder is het heel toegankelijk. Ik zeg, ik ben er echt ondersteboven van. Ik weet niet precies wat ik moet zeggen. Ik vind het zo geweldig. Je droomt er natuurlijk altijd van. Ik heb mijn hele leven, ik begon met schrijven toen ik 8 jaar oud was. Dus ja, dit is zo'n moment, daar leef je naartoe zonder er ooit echt op te hopen. En dan ben je hier. En ik denk dat ik eerst geniet van het feit dat ik überhaupt op de shortlist sta. Ik ben mijn boek wel, maar mijn boek kan ook zonder mij bestaan. Dat is het mooie. Ik kan bij wijze van spreken omvallen en is dat boek er toch nog. Ja, dus dat is heel erg leuk. Oké, doei.